Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag, met in deze editie. Olivio-trainer Martin de Mooij zeer content met brede en kwalitatief sterke selectie. En de vijf weekendvoorspellingen van Rob Blankenstein. In de zondag derde klasse B gaat het goed met Olivio. Door een zege afgelopen weekend op FC Zoetermeer nam het de koppositie over van ODB. Vrijdag bij Haaglanden Voetbal aan tafel Mario Coswal, de trainer van De Ster. En De Ster is zondag in Pijnakker de tegenstander van Olivio. Rob Blankenstein ging alvast langs op Sportpark De Groene Wijten en stelde met de trainer Martin de Mooij vast dat het, kijkend naar de ranglijst, eigenlijk niet beter kan op dit moment met Olivio. Nee, dat kun je wel zeggen. Als je kijkt waar we nu staan en vanaf het begin af aan hebben we eigenlijk bovenaan gestaan. Als je terugkijkt van 10 wedstrijden voetballen, dan win je daar 8, speel er 1 gelijk en je verliest daar 1. Ja, en dan is het vaak zo dat je dan inderdaad bij de eerste 2 staat en dat is nu zeker het geval. Die ene verliespartij was in de tweede competitiewedstrijd uit bij ODB, ook de ploeg die 1 punt onder jullie staat. Zie je die ploeg ook tot het eind meedoen? Ja, dat is altijd koffiedik kijken, maar ik denk dat de breedte natuurlijk altijd bepalend is voor een team. Ik denk dat de breedte bij ODB iets minder is dan bij Olivio. Kijk maar eventjes hoe ons tweede elftal staat. Die staan gewoon bovenaan in de reserve hoofdklasse. Ons derde team staat bovenaan in de reserve tweede klasse. Als je ook kijkt naar de tegendoelpunten bijvoorbeeld. Het eerste heeft 8 tegendoelpunten, het tweede 10. Ja, dan kun je wel spreken over een goede breedte. Je gaf het net al aan, de tweede in de reserve hoofdklasse waar ploegen als DSC 2 in zitten, Kwik 2. Dat geeft al aan dat de selectie, wat je net zelf zegt, breed is, maar ook kwalitatief op een goed niveau. Ja, dat is zeker waar. Zeker ook als je kijkt op trainingen. Kijk, je maakt natuurlijk altijd trainingen vooraf waarbij je mensen van tweede erbij betrekt. Nou ja, dan zie je gewoon dat de kwaliteit blijft. En het is zelfs zo dat als mensen van het eerste, laat maar zeggen, 85% tot 90% geven. En we spelen de eindvorm tegen het tweede of een deel van het tweede en een klein stukje 1. Ja, dan gaat het eerste er gewoon af met soms een 3-4-0. Dus dat geeft wel duidelijk aan dat er genoeg kwaliteit is om dingen eventueel op te vangen als er in 1 wat aan de hand is. Met welke doelstelling zijn jullie aan het seizoen begonnen? Nou ja, we hebben natuurlijk 2 jaar net misgegrepen. Het eerste jaar Laakkwartier, die was net ons de baas. Het tweede jaar was anti-Barbari. Op 2 punten hebben we natuurlijk ook alles gemist, ook na competitie gemist. Dus ja, na afloop hebben we wel met elkaar afgesproken van nou, het komende seizoen, dan moet het echt gebeuren. En dan het kampioenschap hebben we niet echt uitgesproken, maar we hebben het wel promotie gehad. En als dat een kampioenschap inhoudt, is dat mooi. En anders is het natuurlijk nog na competitie een soort escape om toch in die tweede klasse te komen. Afgelopen zondag een knappe 3-1 overwinning bij Zoetermeer. Toch een van de ploegen die vooraf eigenlijk gekenmerkt was als een van de favorieten. Ja, ik zet ze nog niet weg als kansloos. Ze hebben een redelijk voetballend ploegje die steeds voor de winst gaat. Dat kun je wel zien ook in de manier van voetballen. Ja, misschien was het ons geluk dat wij in de eerste minuut gelijk scoorden, 0-1. Ja, en dan moeten zij op zoek om die gelijkmaker te produceren. Dat is gelukkig niet gelukt. De tweede helft konden uitbreiden naar 0-2. En dan denk je makkelijk uit te kunnen voetballen. Maar dan zie je toch weer de kwaliteiten die zij hebben in de vorm van hun rechterspits. Die eventjes een fractie van een seconde zijn tegenstander kwijt is en hem prima binnenschiet. En dan wordt het altijd weer spannend, zo'n laatste 10 minuten. Maar uiteindelijk konden wij nog de 1-3 maken. En dan is dat natuurlijk gewoon eigenlijk klaar. Dus dat was mooi. Komende zondag de laatste wedstrijd in 2016. Hier thuis tegen De Ster. Op papier eigenlijk zou dat moeten kunnen. Hoe zie jij die wedstrijd? Ja, op papier is het altijd mooi. Alleen, wij moeten gewoon niemand onderschatten. En wij hebben gewoon een missie met elkaar afgesproken. En daar hoort onderschatting niet bij. Het is eigenlijk net wat ik al zei over als de eindvorm wordt begonnen en ja, je geeft 80-90%. Als je dat ook op zondag doet, ja, dan heb je ook kans dus dat je tegen een zeepertje oploopt. En dat willen we ten alle tijden natuurlijk voorkomen. Afrondend, je begint pas weer op 29 januari in 2017 met de hervatting van de competitie. Ja. Hoe gaan jullie die tussenliggende periode invullen? Nou ja, we hebben dit jaar kunnen regelen dat we met de eerste groep, dan heb ik het over het eerste en het tweede elftal,
gaan we naar Tormelinos. Dus daar zullen wij 5 dagen verblijven. En daar gaan we gewoon per dag 2 keer trainen. Komend weekend weer een compleet programma op zowel zaterdag als zondag. Rob Blankenstein pakt de glazen bollen weer bij en geeft zijn 5 weekendvoorspellingen. We beginnen met de wedstrijd op de zaterdag in die eerste klasse tussen Vitesse Delft en SV Nooddorp. Ja, Nooddorp heeft afgelopen zaterdag toch weer een steek laten vallen als koploper zijnde. Een 0-0 gelijkspel tegen Westlandia. Terwijl Vitesse Delft de winst binnenhaalde en hebben uit de laatste 5 wedstrijden liefst 12 punten gepakt. En de ploeg uit Nooddorp heeft maar 6 punten gepakt. Gezien het derby-achtige karakter hou ik het op een drietje op Tandhof Zuid. Dan gaan we naar de tweede klasse, een klasje lager, tussen DSO en RCL. Ook DSO toch goed op dreef de laatste weken. RCL, de ploeg uit Leidendorp, staat op de tweede plek achter koploper Te Werven. En die zijn toch wat ingelopen door het verlies van Te Werven bij HVC 10. DSO staat maar 2 punten achter op datzelfde RCL. Als ze die wedstrijd weten te winnen, dan gaan ze over de Leiderdorpers heen. En daarom hou ik het ook op een eentje. En dan de laatste wedstrijd op de zaterdag. Honsdijk tegen HVC 10 in diezelfde klasse. Honsdijk afgelopen zaterdag een knappe zeepert opgelopen. Door bij de nummer laatste ketel Spaarland de punten te laten liggen. Het was zelfs de eerste overwinning voor de ploeg uit Schiedam. En de tegenstander HVC 10 verraste toch wel door de koploper Te Werven op eigen veld aan de rondgang met 3-2 te kloppen. Derby-achtig karakter, waarbij nog een pikant detail is dat de trainer van Honsdijk, Piet Boon, was in gesprek met HVC 10, maar heeft toch besloten om zijn contract te verlengen bij Honsdijk. Wordt al inmiddels Mr. Ferguson genoemd. Ook hier een leuk duel voor de neutrale toeschouwer. Ik had het op een drietje. Gaan we naar de wedstrijd op de zondag. En dat is dan het eerste duel tussen TAC 90 en Leonidas. TAC 90 natuurlijk afgelopen weekend gelukkig voor hun de 3 punten gepakt. Door bij CVV Zwervers de winst te pakken. Hebben natuurlijk inmiddels die 5 punten in mindering gehad. Dus dat is echt een hele knappe tegenslag voor de ploeg van John Bave. Tegenstander Leonidas uit Rotterdam. Koploper in deze klasse. Gezien de sterkte van de Rotterdammers hou ik er toch op een tweetje. En dan de laatste wedstrijd op de zondag. Het duel tussen nummer 1 en nummer 2 in die tweede klasse D. Tussen SW Den Hoorn en RFC 33 uit Reewijk. Den Hoorn goed op dreef. Laatste 5 wedstrijden 13 punten gepakt. Afgelopen weekend toch een puntje laten liggen door 2-2 gelijk te spelen bij RKDO. En de ploeg uit Reewijk die zijn toch wat dat betreft aardig op slot ook qua doelpunten. Afgelopen zondag weer 4 keer gescoord. Krijgen er weliswaar 3 tegen Concordia. Ik houd op een winst voor de thuisploeg. Oftewel een overwinning voor de ploeg van trainer Ronald Hess. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen, want dan zijn we er weer.